bent eindelijk gekomen. Daar wil ik je voor bedanken. Omdat je hebt geluisterd, zal ik je iets geven dat ik voor deze gelegenheid heb bewaard. Kijk daar. Deze muurschildering vertelt het verhaal van mijn voorouders, de Meteoranen. En nu is de tijd gekomen dat ik dat verhaal aan jou doorvertel. Duizend jaar geleden sloeg een enorme meteoriet in op onze mooie planeet. De grond barstte open. Natuurlijke energie stroomde uit de grond, diep onder Hoenn. Dorstig naar die overvloed van energie vochten twee legendarische Pokémon, Proto Kyogre en Proto Groudon, in een reeks eindeloze hevige confrontaties. Alleen maar toekijken, terwijl ze getroffen werden door de ene ramp naar de andere. Dus deden zij een wens om verlost te worden. Dat de legendarische Pokémon Rayquaza zou verschijnen. Gehuld in smaragdgroen licht. Deze wens bracht mensen en Pokémon dichter bij elkaar en zorgde dat de legendarische Pokémon volledig van vorm kon veranderen. Dat klinkt als een mega-evolutie, vind je niet? Proto Groudon en Proto Kyogre verdwenen in de dieptes van land en zee. En de vrede keerde terug in de wereld. Mijn volk bouwde deze grote toren om de regenboogstenen te bewaren waar Rayquaza de kracht aan had ontleend. Maar ze voorspelde dat er weer een meteoriet op dit land neer zou komen. Eén die veel groter zou zijn dan alle anderen daarvoor. Groot genoeg om de wereld voorgoed te verwoesten. Ik heb er lang over nagedacht hoe ik, iemand die zowel de kennis als de macht heeft, zoveel mogelijk mensen kan beschermen. Brengt ons bij het einde van dit verhaal. Welkom bij het altaar van de draak. De show gaat zo beginnen. Al sinds ik een klein meisje was, was ik al zo onzeker dat ik het gevoel had dat mijn hart erdoor verpletterd werd. En steeds richt ik mijn blik naar de eindeloze hemel boven ons. Hopelijk weet je nu wat ik probeer te doen. Ik wil de sluitstenen gebruiken om Rayquaza op te roepen, zodat hij de meteoriet die op Hoenn afkomt kan vernietigen. Dat is mijn heilige plicht. Als mij iets overkomt, zorg dan alsjeblieft voor deze Pokémon.
Oké dan. Daar gaat hij. Met de kracht van mijn voorvaderen. Roep het je op, Rayquaza! Rayquaza, hoor mijn wens aan. Toon mij je ware gezicht. Hé, hey, kom op, toon het alsjeblieft. Huh? Dus, degene die niet genoeg kracht heeft, ben jij Rayquaza? Hoe is dit mogelijk? Meteoriet reageert precies zoals... een megasteen! Het lijkt erop dat onze grote beschermer, Rayquaza... jou heeft gekozen. En mij heeft verlaten. De enige die dit nu kan doen, ben jij. Dank je. Het is nu tijd voor mijn laatste opdracht als de mythebewaarder van mijn volk. Altijd al naar de eindeloze hemel boven ons.